Ja, welkom aan beide gasten. Peter Plasman, advocaat. We praten met jou over deze boeken. Zometeen boeken met verhalen van advocaten, van oud-nabestaanden, verzint allemaal. Politiemensen. Van alles. Alles gaan we zometeen meer over horen. En Leo den Dulk, fijn dat u er ook bent. Met u gaan we over iets totaal anders praten, maar wel over een boek. Het ligt voor u op tafel. Het heet De mooie tuinen van Mien Ruijs. U weet wel, die dame uit Dedemsvaart. In ieder geval met de grote tuinen in Dedemsvaart. Niet uit Dedemsvaart. Gaan we zo meteen meer over hebben. Maar eerst Peter Plasman. Ja, om het geheugen van ons allemaal nog maar eens even op te frissen. Uw zaak mogen we het niet uw zaak noemen. In hoger beroep was u advocaat van Janssen Steur. Dat klopt, hè? Ja. Laten we nog even ons geheugen opfrissen hoe het ook alweer zat. In 2004 vertrekt de vooraanstaand neuroloog Janssen Steur in stilte bij Medisch Spectrum Twente nadat er meerdere klachten over hem zijn geweest. Janssen Steur belooft niet meer aan het werk te gaan als specialist, maar doet dat toch, met medeweten van de klachtencommissie van het MST. 20 ex-patiënten willen in 2005 een onderzoek naar Janssen Steur, maar dat komt er niet. In 2009 wordt de bierput opengetrokken. Janssen Steur blijkt verslaafd aan medicijnen. Het wordt duidelijk dat hij jarenlang bij tientallen patiënten verkeerde diagnoses heeft gesteld. 2 patiënten overlijden daardoor. Ja, u noemt de procesgang in dit boek een schoolvoorbeeld van hoe het niet zou moeten gaan. Waarom? Ja. Leg eens uit. Eigenlijk was het meest duidelijk geïllustreerd door wat ik net hoor. 2 patiënten zijn daardoor overleden. Dat is dus niet het geval. En het proces zelf, het strafproces, heeft zijn normale loop gehad. Janssen Steur is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor het opzettelijk benadelen van de gezondheid van patiënten. Hij was het met die veroordeling niet eens. Dat gebeurt vaker. Hij is in hoger beroep gegaan. En in ons systeem komt er dan een tweede beoordeling door andere rechters, hogere rechters. En die hebben hem vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is nog in cassatie gegaan. En de Hoge Raad heeft gezegd, nee, het Hof heeft het goed gedaan. Daarmee is de zaak klaar. Dus ik bedoel in mijn stuk in dat boek niet zozeer dat het proces fout is gegaan, maar wel wat er om dat proces heen gebeurd is. En wat voor dingen bedoelt u daar dan mee? Want het staat er wel bij dat het een schoolvoorbeeld is van hoe het niet moet. Ja. Maar niet de procesgang zelf dus, maar de dingen eromheen. Wat mij in het bijzonder getroffen heeft, was toen het Hof mijn cliënt had vrijgesproken, dat ik de gang opkwam en daar stond alleen maar media, heel veel media. De zaak had ook heel veel media-aandacht. En er was eigenlijk verbijstering over het feit dat deze man was vrijgesproken. Hoe kan het dat als je dit hebt gedaan, dat je dan wordt vrijgesproken? Met het grote risico in zich, en dat gebeurde hier ook een beetje, dat zich dat ook tegen de rechters keert. Want de beeldvorming is dan inmiddels in al die jaren zodanig dat men wel weet wat voor man dit is. Men weet ook wat hij heeft gedaan. En de rechters beslissen opeens iets heel anders. En dan hebben de rechters het eigenlijk niet begrepen. Want hoe kunnen zij deze man vrijspreken? En wat er dus fout is gegaan, is dat zo'n zaak moet beoordeeld worden op basis van de feiten. De feiten zitten in een dossier, dat noem je het strafdossier. Dat dossier krijgen de rechters. Er is een rechtszaak waar alles nog eens besproken wordt. En rechters beslissen op basis daarvan. Mm-hmm. Alleen de publieke opinie is door verschillende media, niet door alle media, maar gewoon op het spoor gezet van dit is dokter Mengele. De man heeft in gezonde hersenen staan snijden. Nou, hij heeft nog nooit een mes aangeraakt om mee te snijden, maar dat was wel een groot artikel. Dus alles werd al gepresenteerd alsof. Dus toch de verhalen in de media eromheen, dus de algehele stemming rondom de zaak, zegt u dat is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Ja. U kunt zich misschien voorstellen dat sommige nabestaanden luisteren en daardoor geraakt zijn. Waarom voelt u zich geroepen om in een boek daarover te vertellen? Nou, omdat ik dat een gevaarlijke ontwikkeling vind. En ik heb deze zaak als voorbeeld genomen omdat het in deze zaak heel erg sprekend is. Mm-hmm. Maar het gebeurt vaker. Het gebeurt vaker dat dat de feiten, zoals die gewoon in de zaak zich hebben afgespeeld, in de publieke opinie gewoon heel anders komen te liggen. Men gaat uit van andere feiten. En
Het echte risico wat ik hiermee heb bedoeld is niet eens zozeer wat er in deze zaak is gebeurd. Maar het risico dat wanneer er te vaak wordt gedacht, die rechters begrijpen er niks van. Hoe kunnen ze dit doen? En op basis wordt dat gedacht van feiten die dus niet de echte feiten zijn. Hoe kunnen rechters dat doen? Als dat te vaak gebeurt, dan gaat het... Het gezag van rechterlijke autoriteiten wordt onderuit gehaald. Ja. En, gaat het vooral om eigen leven leiden? Het vertrouwen in de rechtspraak is een van de basisvoorwaarden voor het bestaan van een rechtsstaat. Ja. Als men niet meer de rechters vertrouwt omdat men denkt dat rechters niet van deze wereld zijn en de feiten anders zien dan ze in werkelijkheid zijn, ja, dan ebt dat vertrouwen weg en dan ebt in feite ook de rechtsstaat weg. Is het niet zo dat vertrouwen is inderdaad, denk ik, het cruciale punt, hè? Vertrouwen in de kundigheid van de rechters. En als je ziet dat het gezonde volksgevoel dat op een gegeven moment de overhand gaat krijgen. Dan moet daar naar geluisterd worden, natuurlijk... is dat wat u bedoelt? Nee, ik denk dat je daar heel voorzichtig bent met je eens. Dat, u staat aan de zijde van de heer Pasman. Nou, in zoverre, natuurlijk moet er geluisterd worden naar wat er onder de mensen leeft. Maar dat moet niet bepalend zijn voor de rechtsgang. Nee, maar de feiten moeten spreken, dat is wat u beide zegt. Nou ja, je hebt twee. Kijk, rechters doen twee dingen. Die stellen de feiten vast en die beoordelen vervolgens wat er op basis van die feiten moet gaan gebeuren. En met dat laatste, op dat laatste punt wordt wel degelijk geluisterd naar wat er in de samenleving leeft. Want natuurlijk... De rechters zitten daar namens de samenleving. Dus die zijn gehouden om dat wat in de samenleving leeft, om dat mee te nemen in hun beslissingen. Maar dat raakt natuurlijk niet de beoordeling van de feiten. Feiten zijn feiten. En feiten moeten worden vastgesteld. En daar heeft de samenleving in feite niks mee te maken. Want die hebben juist het vaststellen van de feiten aan deskundigen overgelaten. U dicht ook een bijzondere rol toe aan de heer Imer Drost. Drost. Heet hij, maar in het boek heet hij Dorst. U noemt hem, en ik citeer, een persoon die doet alsof hij niet partijdig opereert, maar als een soort Florence Nightingale een hoger ideaal nastreeft. Dat is nogal een pittige uitspraak. Waarom doet u dat? Dat vond ik. Kijk, ik heb het daar over mijn eigen beroepsgroep en andere juristen. Ik als advocaat ben puur eenzijdig bezig. En dat moet ook vooral door mij ook worden uitgedragen. Ja. Maar je hebt ook juristen, en ik vond dat hij zich daar wel een beetje schuldig aan maakte, die in feite ook een eenzijdig belang nastreven. En daar is niks mee aan de hand, dat is prima. Maar doen alsof ze voor een soort algemeen belang opkomen. En daar heb ik wel moeite mee. Een advocaat die zegt... Waarom doen ze dat dan? Is dat eigen belang? Nou, dat weet ik niet. We hebben de heer Drost nog even om een reactie gevraagd natuurlijk, want dat is onze taak. Laten we eens even kijken wat hij zei. Hij zei, ik vind dat Plasman de slachtoffers onrecht aandoet door te zeggen dat het vonnis van de rechtbank is gebaseerd op roddel en achterklap en onjuiste informatie. Wilt u daarop reageren? Het vonnis van de rechtbank is, en dat heb ik ook beschreven in het boek, gebaseerd op mening van deskundigen. En deskundigen die, evident, als je het dossier kent, zien dat ze volledig door de mand vallen. Ja. Ik zal één voorbeeld geven. Ze hebben over mijn cliënt gezegd, de man deed totaal niet aan dossiervorming. Die schreef niks op, die dossiers zijn bijna leeg. En dat werd hem zeer kwalijk genomen. En terecht, want als neuroloog ben je gehouden dossiervorming te doen om alles bij te houden. Dus dat is een punt van serieuze kritiek. Maar vervolgens zeiden ze, maar om zijn handelen te beoordelen, zijn we uitgegaan van die dossiers. En wat wij niet in het dossier aantroffen, dat was voor ons niet gebeurd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Als je enerzijds zegt, hij schrijft heel veel niet in zijn dossier op, dan kan je niet vervolgens zeggen, ja, maar het enige wat hij heeft gedaan is wat hij heeft opgeschreven. En dat was te weinig. Weer een voorbeeld van terug naar de feiten, wat dus volgens u niet is gebeurd. Overigens zegt meneer Drost ook nog iets over Florence Nightingale, wat hij van die naam vindt. Laten we daar even naar kijken. Hij zegt van zijn betiteling als een soort Florence Nightingale zou zijn. Ja, ik heb het voor de slachtoffers gedaan, zegt hij, en het heeft ze niets gekost. Dus misschien een antwoord op de vraag die u net stelde, meneer Plasman. Hoe luistert u eigenlijk? Kent u het verhaal van de heer Janssen Steur, de zaak? Ik heb het wel gevolgd en het is inderdaad natuurlijk, het is sensationeel. En dan gaat de publieke opinie met de feiten aan de haal, of de feiten die ze menen te kennen. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er van alles misgaat. En dat je daar zowel als rechter, als ook als advocaat, dat je daar heel veel moeite mee kunt hebben. Dat gewoon uiteindelijk een goede rechtsgang heel,
heel sterk benadeeld. Ja. Dus, dat, ja. Dat is ook wat u net zei, uw reden geweest om bijvoorbeeld in zo'n boek, waar ja, een 17-tal van dit soort verhalen in staan, daar aan mee te werken en uw verhaal te doen. Mijn verhaal in dat boek is een waarschuwing. Omdat het vaker gebeurt, als dit een incident was, dan zou ik daar niet zo'n punt van maken. Maar rechters die moeten de rug recht houden, dat doen ze ook. Maar de druk is erg groot. En de druk vanuit publieke opinie van in alles, de man moet levenslang krijgen, de sleutel moet worden weggegooid. Dat zie ik in zaken waarvan ik denk, ja, maar kijk eens naar de beschuldiging. Er staat maximaal 2 jaar op. Mm-hmm. Dus, en dan legt een rechter 18 maanden op waar die maximaal 2 jaar kan opleggen. En dan wordt in de publieke opinie, in de media, hoe kan dit? Hoe bestaat dit dat de man niet 10 jaar krijgt? Duidelijke waarschuwing. Ja. Nog iets anders. Het boek is behoorlijk al in opspraak geraakt eigenlijk. Want de samensteller, de uitgever mogen we zeggen van het boek, Simon Fuik, die zou hier ook aan tafel zitten samen met u, maar zit niet meer aan tafel. Heeft u hem dat als advocaat geadviseerd om dat niet te doen? Ik kan nooit iets zeggen over wat zich tussen cliënt en heel advocaat goed afspeelt. Dat is een heerlijk antwoord, is dat niet toch altijd? Echt niet. Ja, nee, heel goed, duidelijk. Laten we wel even kijken naar waar de commotie over ontstaan is, want naast het verhaal over Janssen Steur staan er ook andere verhalen in. Bijvoorbeeld over het meisje van Nulde. De nabestaanden vinden dat het verhaal over het meisje van Nulde, dat daarin stellige uitlatingen worden gedaan die onjuist zijn en niet gebaseerd zijn op feiten. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Over die commotie die ontstaan is? Ja, zeker. Kijk, allereerst is dat boek is een verzameling verhalen waarbij de auteurs de volledig vrije hand hebben gekregen. Dus er zit de schrijver is verantwoordelijk voor wat er staat. En ja, dus de advocaat die dat auteurs, zeg maar. Ja. En dan is Simon Fuik enkel de uitgever / samensteller. Ja. En de advocaat die dat verhaal heeft geschreven, die heeft dat, ik heb dat verhaal gelezen, die heeft dat geschreven vanuit de perceptie van zijn cliënt. En dat is degene die veroordeeld is voor de dood van dat meisje. Vervolgens is de vader van het meisje, die vindt dat er dingen in staan die niet kloppen. Dat heeft hij ook in de media geëtaleerd op verschillende plaatsen. Er is een advocaat, zijn advocaat is in beeld gekomen. Die zegt ook, mijn cliënt eist dat dat boek uit de handel gaat. En wat wij gedaan hebben, dat lijkt me ook een vanzelfsprekende stap, is gevraagd, en dat is alweer een week geleden, van geef aan wat er dan niet klopt in het verhaal. En daar hebben we geen reactie op gekregen. Nee. Dat is nog afwachten. Ja. Het boek doet in ieder geval een boel stof opwaaien, of de boeken moet ik zeggen. Dank dat u hierover wilde komen praten.